Jacht op snelwegschutter gaat door. Rioolstank jaagt eters weg in Voorburg. En Walibi weer thuis na angstige avontuur. Dinsdag 30 augustus, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Vanmiddag is de achterruit van een auto gesneuveld op de A4 ter hoogte van Leidschendam. De politie onderzoekt of de auto is beschoten. Het totaal aantal beschietingen op de snelweg zou hiermee op 36 komen. De politie heeft sinds gisteren 32 nieuwe tips binnengekregen over de snelwegschutter. Gisterochtend sneuvelde bij Rotterdam nog een zijruit van een auto. De bestuurder zag een zilvergrijze auto wegrijden. En ook op de A2 bij Maarsen was het raak. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de schutter. De lucht in de Voorburgse Kerkstraat is vaak niet te harde. De rioollucht jaagt soms de klanten en onlangs nog een restauranteigenaar letterlijk de straat uit. De ondernemers vinden dat de gemeente te weinig doet om dit probleem op te lossen. Nou, we waren op zoek naar een lunchadresje, maar het stinkt echt. Volgens een aantal gasten van de restaurants in de Kerkstraat is het soms zelfs zo erg dat de lucht hun eetlust letterlijk bederft. Ze annuleren hun reserveringen. Ik stap binnen en ik denk, nou, ik ga gelijk weer weg. Ik ga weer vertrekken, want er is niks van mij hier. Op het moment dat je overdruk krijgt in zo'n riolering door de slecht weer of dat er een depressie aankomt of wat ook, in ieder geval luchtdrukverschillen, dan komen die luchten de putten uit. Om wat voor lucht gaat het? Een zuivere rioollucht, echt een penetrante, rotte eierenlucht. En die gewoon heel onaangenaam en heel vervelend, heel naar is. En ook de mensen die er gewoon als passant door die straat lopen, zullen niet even stoppen op je menukaart kijken, even naar binnen kijken. Dat loopt in, als er dan zo'n lucht hangt, dat loopt dan van voor naar achter, schieten door die straat heen. Het is op een gegeven moment zo erg dat mensen de rekening vroegen en zeggen, ik ga nu weg, want het is zo erg, ik kan hier niet blijven zitten. De gemeente Leidschendam-Voorburg kent de klachten en zegt er al het mogelijke aan te doen. Letterlijk houdt dat inderdaad onderzoek en inspectie in van het rioolstelsel, van het gemeentelijk rioolstelsel. We hebben onder andere met camera's zijn we helemaal door het rioolstelsel ook heen gegaan om te kijken of er eventueel zaken niet in orde zouden zijn. En die hebben we niet kunnen vinden. De kwestie is lastig en het is onduidelijk wie het probleem nu gaat oplossen. Wat wilt u nu dat er gebeurt? Ja, ik zou gewoon graag willen dat er dus gewoon wordt gekeken waar het vandaan komt. En een beetje meer samenspraak met de gemeente. Dat die gemeente niet zegt van, die haalt de schouder op van, ja, het is ons probleem niet. Want vermoedelijk, en heb je het al, vermoedelijk. Ja, wat vermoedelijk. Wij hopen ook dat de kwestie uiteindelijk natuurlijk opgelost wordt. En we zijn ook zeer bereid om daar samen met de pandeigenaar en de ondernemers naar te blijven zoeken. En te kijken wat we daarin kunnen doen. Duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren, want anders eet er binnenkort geen hond meer in de Kerkstraat. Tongvissers uit Katwijk klagen. Ze zeggen dat de hoeveelheid tong in de zee is teruggelopen. En dat komt volgens hen omdat de zee de afgelopen jaren door allerlei milieumaatregelen te schoon is geworden. De vissers zitten in zwaar weer, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Tongvisser Rems Kramer uit Katwijk ziet zijn vangsten steeds minder worden. Het is heel erg slecht. Dus ik was heel erg haringziek. Het is als je niks gevangen hebt en je denkt dat een ander wel wat heeft gevangen, maar ze hebben allemaal geen klote gevangen. Dus. De teruglopende vangst heeft volgens Rems een aantal oorzaken. De kust moet versterkt worden en daarom is er zand opgespoten. Maar dat zand is vies. Er zitten grote kluiten turf tussen. Al die veenkluiten die zijn dus in het zand terechtgekomen. Bij ieder koutje komt dat vrij. Dus je zal zo zien met halen. Als daar hebben we die kluiten, dus daar kunnen we niet meer vissen. En daardoor raken de netten vervuild. Het is erg vuil. Dan vist hij niet, hè? Wat betekent dat? Nou, dan vist hij niet. Daarom zit er niks in. Er is nog een andere reden. In de jaren 80 mocht er geen fosfaat meer worden geloosd, waardoor de Noordzee eigenlijk te schoon is geworden. Dat heeft te maken met het feit dat de zee niet meer bemest wordt. Vissers en wetenschappers pleiten nu voor een gecontroleerde bemesting van de Noordzee. Om te kijken of die kustzone weer op peil kan worden gebracht. Alleen ja, dat is natuurlijk vloek in de kerk, denk ik, als je kijkt naar de meeste milieuorganisaties. En dan is er nog een derde reden, maar die heeft vooral met de verslaggever te maken. Nou, en een kip. En bedankt. Volgende keer sturen we een mannelijke verslaggever. Misschien dat het dan wat beter gaat met de visvangst.
Ja, het productschap VIS spreekt de bevindingen van de vissers tegen. Volgens die organisatie is er voldoende tong en schol in de zee te vinden. Nou, straks ouders bezorgd over ruimtegebrek op een Voorburgse school. Jason Z. uit Duiven moet 20 jaar de cel in voor het doodschieten van een 48-jarige Hagenaar op het zomercarnaval Rio aan de Rijn in Arnhem vorig jaar. Dat heeft de rechtbank besloten. Z. beschoot de Hagenaar tijdens het druk bezochte feest. Twee omstanders werden ook door kogels geraakt. De moord was volgens Z. een vergelding voor een schietpartij op Curaçao in 2004, waarbij hij zelf gewond raakte. De restanten van de Hieronymus-toren in Delft zijn alleen vandaag nog te zien geweest. De toren stamt uit de 15e eeuw en maakte deel uit van de oude Delftse stadswal. Archeologen van Erfgoed Delft hebben de funderingen pal naast de nieuwe Phoenix-parkeergarage onlangs blootgelegd. En vanmiddag is het gat weer dichtgegooid. Afgelopen nacht is er ingebroken bij de ontbijtservice in Den Haag. De dieven hebben niet alleen de knalroze bestelwagen meegenomen, ook de hele voorraad is weg. Een deel van de buit bestaat uit dozen met jam, hagelslag en chocoladepasta. Daarnaast zijn ook de laptop en de printer van het bedrijf weg. De groen van Prinsterenschool in Voorburg is de afgelopen jaren hard gegroeid en kan niet alle leerlingen kwijt. Bovendien is er nog steeds geen duidelijkheid over een nieuwe locatie. Er zijn wel noodlokalen, maar veel van de lessen worden gegeven in het hoofdgebouw van de school. Dat is een gebouw van 80 jaar oud dat inmiddels zoveel gebreken vertoont dat het volgens de ouders niet meer veilig is voor de kinderen. Er zitten schimmels op de muren, er zijn de kaarsjes, elektriciteitskortsluitingen. Het kan gewoon niet, het is onacceptabel voor de kinderen niet. En ieder ouder wil zijn kind naar een veilige, gezonde school sturen. En of de school gezond is, is nog maar de vraag. Wie heeft wel eens last van hoofdpijn? De gevolgen van het gebrekkige hoofdgebouw zijn voor sommige van de kinderen al normaal geworden. Dat was gewoon een kaarsje. Is dat zo gewoon? Ja. Echt waar? Ik wel. En wat gebeurt er dan als er lekkage is? Dan gaat het lekker. Het schoolbestuur geeft toe dat er problemen zijn, maar vindt het niet onverantwoord om de kinderen op deze plek les te geven. Wel zijn ze al jaren in gesprek met de gemeente om een nieuw gebouw te krijgen. Ik denk dat er momenten zijn geweest waarop er slagvaardiger gehandeld had kunnen worden. Ik heb in de periode van de laatste 4 jaar 3 wethouderswisselingen gezien. Ik snap niet dat die wisselingen op zich voor vertraging moeten zorgen. Ja, en in een reactie laat de gemeente weten dat een opknapbeurt nog wel 2 tot 3 jaar zal duren. Er is wel geld gereserveerd voor de nieuwbouw. Het was een grijze dag vandaag met een klein beetje zon. Wim aan Huub Mizee, zit er nog iets anders in het verschiet? Ja, een grijze dag inderdaad, voor het grootste deel althans. Want vanochtend vielen er ook nog hier en daar wat buitjes. En dat grijze weer kunnen we hier ook nog duidelijk terugzien. Maar vanmiddag begon het toch een beetje op te klaren. En ik heb het idee dat de meest sombere periode, die hebben we nu al zo'n beetje gehad. Vanavond en vannacht gaan we het ook merken. Dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden. Misschien nog een enkel buitje, maar er zullen ook opklaringen zijn. En de wind die gaat nog iets verder afzwakken. Die komt uit west tot zuidwest, windkracht 2 tot 3. En door die opklaringen kan het plaatselijk al tot zo'n 9 graden afkoelen. En dan morgen overdag. Van alles wat. We hebben nog zeker wat wolkenvelden. Misschien ook dan nog wel een enkel buitje, maar er komen wat meer perioden met zon. De wind is weer uit zuidwest tot west, een zwakke tot matige wind. En de temperatuur kan plaatselijk alweer wat hoger worden, zo'n 19 graden. Nou, dankjewel Huub. En dan nog even dit. In Leidschendam-Voorburg is gisteravond een bijzonder dier gevonden. Een walibi. Het diertje is een verre neef van de kangoeroe. Toen omstanders de walibi probeerden te vangen, sprong het diertje in het water. Nou, gelukkig kon hij zwemmen en uiteindelijk werd het uitgeputte beestje gevangen. De walibi is intussen weer terug bij zijn baasje. Meer beeld van de onfortuinlijke walibi ziet u op onze website westonline.nl. En daar vindt u ook het overige nieuws van vandaag. En anders hoort u het wel op 89.3 Radio West. Nou, straks nog meer beestenspul in het programma Dierenkliniek. En daarna RegioNet met een heleboel hoogtepunten uit programma's van alle regionale omroepen. Fijne avond, Eid Mubarak en tot de volgende keer.